Leaders need to eat first. En voor diegene die het boek van Simon Sinek kende, die zegt leaders gotta eat last. En ik vond dat toen een fascinerend gegeven. En deze dagen heb ik er heel vaak aan moeten denken. Tjabassi zegt, leiders moeten als eerste eten. Daar bedoelde hij mee, als ik zijn woorden vertaal, is dat het belangrijk is dat leiders vitaal zijn. En vitaal betekent gezond. En dat je... Niet te moe bent en wakker bent, mentaal helder. Want als je dat bent, dan kan je in tijden van nood als laatste eten. En dat is wat Simon Sinek bedoelt. Leaders eat last. Dus als er crisis is en er is gedoe in de organisatie en, en de geldstromen stoppen, dan ga je naar je organisatie kijken als tribe, als familie. En dan ga je niet zeggen, die nevenlaag, die snijden we eruit. Maar dan ga je kijken, hoe houden we het geheel? Gezond. En niet alleen je eigen tribe, maar ook de buurt tribes. Dus dat is nu in organisaties dat je kijkt, ja, maar niet welke laag snijden we eruit, welke contracten kunnen we nu ditchen, maar eens kijken hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar in leven blijven. Niet alleen wij, maar de hele branche. En, en dat is denk ik wat Sebastien bedoelde. En dat kan alleen maar als je vitaal bent. Dus als je moe bent, dan val je om. We hebben het gezien bij onze minister. Te moe. Dat lukt het niet meer. Dus de boodschap die ik van Sebastian heb onthouden is dat ik als leider, jij als leider, wij met elkaar wel vitaal moeten blijven. En dan op momenten waarop wij sterk genoeg zijn, ervoor kunnen zorgen dat anderen vooruit kunnen en kunnen bloeien.